voor 100%. Oké, wij willen jou niet storen, dus wij gaan wel weg. Dag. Dag. Hallo. Hallo. Je mag op dat kussen zitten. Dankjewel. Oh ja. Dat is Gerard. Hij eet ook met ons. Wat? Oké, bedankt voor het drinken, hè? Dag. Hey, hoe was het? Een ramp. Wat is er een ramp? Ja, er is een jongen met haar gekomen. Het blijkt dat ze nu verliefd is. Wat? Nou, ik weet niet of ze echt verliefd is. Ik ken haar. Ze is niet zo gemakkelijk verliefd, hoor. Ik ga wel morgen naar haar toe. Ik ga haar bespioneren. Kijken of ze echt verliefd op hem is. Dam-di-dam-di. Oh. Wat aardig dat ik van jou mag hier logeren. Ach, zo ben ik helemaal. Ik laat toch niet mensen gewoon zomaar op straat liggen. Nee, dat doe ik niet. Wat hoor ik daar? Je mag niet verliefd op hem zijn. Maar ik ben helemaal niet verliefd. Dat is mijn neef. Wat moet ik nou beginnen zonder Lucille? Wat moet ik nou doen? Ja, weet je, zo snel kan je er niet eentje vinden. Dat was niet de goeie. Je moet er een andere vinden. Ja? Oh, kijk, daar komt Anita. Misschien komt ze met een goeie nieuws. Nou en of? Weet je, het is maar haar neef. Echt waar? Joepie! Nu kan ik eindelijk op haar verliefd worden. Maar ze is nog niet verliefd op jou, hoor. Ja, dat niet, nee. Maar het is maar een begin. We zijn wel vrienden.